Mooi was die tijd, duikt Thijs voor ons in de stoffige hoekjes van platenzaak op zoek naar vergeten muzikale pareltjes om ze hier in de studio nieuw leven in te blazen. Vorige keren heeft hij deze pareltjes van nummers al gevonden. Heb je iets van gevoel? Heb je iets van liefde? Heb je iets van gevoel? Blijf vannacht bij mij, blijf vannacht bij mij. Ik voel me goed, ik voel me goed. Ik denk niet dat uw man me sympathiek vindt. Ja, je zit er zelf ook van te genieten, hè? Nou, ja, dat zag ik wel een beetje. Ga ik niet van mezelf uit, hoor. Ik zag het. Hé, wat heb je meegenomen? Nou, ik stuitte op Bram Vermeulen. En de meeste mensen kennen Bram eigenlijk van Freek en Bram, van Nederlands Hoop. En dat is ook mooi. Maar vind ik maar, niet mooi. Alleen is hij beter? Alleen is hij echt beter, ja, sorry. Wat is het precies? Want ik zie de beuk erin. De beuk erin. Dat klinkt sowieso al goed. Ja, dat klinkt goed. En hij heeft echt hele mooie teksten. Shaffy is een beetje misschien de Nederlandse Jacques Brel, wordt hij zo gezien. Maar eigenlijk hoor je nooit echt meer mensen over het solowerk van Bram Vermeulen. En het is echt heel goed. Het staat echt op dezelfde hoogte. Ja, maar hij is een belangrijke man voor je, kennelijk. Ja, ja, ik luister daar heel veel naar. Ja, en wat is het dan precies? Ja, ik weet niet. Hij komt veel beter weg met teksten waar ik me nooit aan zou durven wagen. Het is heel poëtisch. Maar dat doen heel veel mensen in Nederland, proberen dat vaak. Maar slaan dan de plank heel erg mis. Ik zal geen namen noemen. Maar dat is dan weer jammer. Want het zou wel kunnen. Ja, een beetje flauw inderdaad. Ja, ik kan heel veel namen noemen. Ja, nee, laten we het niet doen. Nee. Hey, Bram Vermeulen, de beuk erin. Vertel eens. Dat is gewoon, het is een goed nummer. Zijn bekendste nummer is De Steen, denk ik eigenlijk. Dat wordt veel op begrafenissen gedraaid, vooral in de versie van Paul de Leeuw. Maar dit is gewoon een beetje een onbekend nummer. En daarom dacht ik, nou, als ik die nou eens speel, hopelijk denken mensen dan straks, nou, misschien heeft Bram Vermeulen dat wel iets beter gedaan. Ja, zullen we eerst opzoeken naar de meesten zelf kijken en luisteren? De beuker in, de beuker in. Ik geef het toe, zo heeft er allemaal geen zin. En dan nu lijkt mij Thijs de beuk erin. De beuk erin. Kom maar door. En als ik niet meer beef, als ik jouw lichaam zie, de snelheid van je lach. Hoe één beweging van je hoofd je gemoed verraadt. Ieder ongesproken woord mij hier verloren achterlaat. Als ik daarvan niet meer weet, wil ik dan nog wel bestaan? En als ik niet meer schreeuw, als ik de beelden zie, hoe geweld eenvoudig toeslaat. Hoe de verveling van te veel in onverschilligheid overgaat. Wanneer de domheid van de doop mij met stomheid slaat. Als ik dan niet schreeuw,